hebben haar gevonden. Dus dit kleintje staat voor €60 online. Goedemorgen, wij gaan naar het Krullenmullen Museum. Omdat, nee, wij wilden gewoon iets leuks doen. Richie had zin in een museum. En toen kwam ik erop, omdat jullie mij hadden getipt dat dat schilderij wat ik heb gekocht, daar hangt, de echte. Die moet ik natuurlijk in het echt gezien hebben. Deze van Van Gogh, wat ik dus niet wist waar die van was, hangt daar schijnbaar. Dus wij gaan daar naartoe. Ik belde mijn broertje, want die woont in de buurt van het Krullenmullen Museum, of die zin had om mee te gaan. Grappig genoeg kwam mijn moeder daar net aan. En die had net aan hem voorgesteld, hey, zullen we naar het museum gaan in de buurt? Dus wij gaan gewoon met mijn mams, mijn broertje, Richie, Sydney en ik. Family outfit. Ja. Dit is de beeldentuin. Gaan we eerst eventjes doen en daarna gaan we naar binnen, naar het museum. Wij zijn echt mensen die normaal dan een uurtje in een museum zijn en er weer uit zijn. Maar het is tot nu toe al geweldig. We hebben alleen nog maar de beeldentuin gezien. Alleen, je moet ze betalen voor de auto om het park in te kunnen. Dan betaal je voor het park om het park te mogen zien. En dan betaal je dus andere tickets weer voor het Krullenmullen Museum. Dus dan is het eigenlijk, als je dan meerdere keer moet betalen, leuker. Als je ook hier een hele dag van plan bent te blijven. We hebben er gevonden. Ja. Vind je haar leuk? Ja, heel leuk. Ja, hè? Ze heeft echt een hele lieve blik. Ja, hij kan een zusje van Friend zijn. Friend Leibovitz, ja. Ja. Deze, hè? We zijn er. En we hebben twee oppassen gevonden. Nou, zullen wij die kant op? Ja. Doei. I think we've already seen twice as much as we would have seen if they weren't here. We made the perfect decision today of coming to the Krullenmullen Museum. Just so happens that when Schoonmoeder and Metzvacher are here too, so we've got three babysitters. Daar komen ze. They're coming. Go. Magisch realisme hebben ze in het Stedelijk Museum ook. Net alles ietsje te uitvergroot, ietsje te benadrukt. Goedemorgen! Nou, ik heb mijn lente-outfit aan. Oeh. Ja, je weet deze look, weten jullie. Ik had dit shirt wel even kunnen stomen, maar goed. Het is een hele leuke dag, want ik ga heerlijk even... Oh ja, deze matcht ook. Generatorstraat. Daar zit een rattenplan die ik heel fijn vind. En het is heel vroeg, dus dan is het ook nog rustig en dan ga ik daarna werken. Deze vind ik heel leuk. Het is heel vlak, maar hij is helaas beschadigd. Anders was het handig voor theezakjes. Heerlijk deze, maar heel klein en plastic. Ik zoek altijd wel met één oogje naar hele grote glazen. Ik vind dit alleen echt niet mooi met die ribbels. Thank you.
Deze is natuurlijk briljant mooi voor mijn groentecollectie. Alleen de binnenkant is niet meer, voor mij niet meer bruikbaar. Omdat er schade gingen zitten in het glazuur. Heel liefje. Heel leuk voor kleine snacks. Ik pak heel vaak een paar olijf of een paar augurk of een paar dingetjes. En dan heb ik heel veel van die bakjes voor nodig. Account ontdekt op YouTube. Het heet Spullen, Spullen, Spullen. En dat is een leuke vrouw die dus als een gek door kringloopwinkels heen gaat op zoek naar servies, porselein. En dan een heel specifiek type porselein wat ik zelf helemaal niet mooi vind. Dus ik kijk dus niet vanwege dat zij dezelfde smaak heeft, maar ze weet wel veel van de herkomst van servies. En toen heeft ze op een gegeven moment iemand geïnterviewd die zijn halve huis vol heeft staan met porseleinvazen uit Duitsland. Daar deed ik met dit dus aan denken. Deze twee. Dus daarom neem ik deze mee. Maar ook natuurlijk omdat ik ze mooi vind. Maar daardoor zijn mijn ogen dus wel geopend voor dit type vaas. En daar legden ze ook uit van je hebt kleine en grote sets heel vaak. Soms zelfs drie. Als ik het kan vinden, zet ik de video waar ze dus dat diepte interview doet in de beschrijving. Ik vind het een goede kinderafdeling omdat er heel veel is en volgens mij hier bijna niemand in is, want er is geen kip hier. Maar wat wel heel moeilijk is dat er dus geen structuur zit in maat. Dus al deze kledingstukken moet je door. Kijk, ik spot daar deze tas. Die ziet er heel mooi uit. Het is wel heel fashionable, maar ik zie het mezelf niet gebruiken. Een kleine zonde, maar ik ga hem weer terug voor de volgende. Ik ben wel helemaal weg van blazers met korte mouwen, maar ik vind ze bijna nooit als in één die mooi vindt. Allemaal dingen die ik even moet passen voordat ik het kan beslissen. Ja, bij schoenen heb ik eigenlijk nooit geluk, want ik heb maat 41, 42 en dat hebben ze niet. Ja, dat stiksel hier, ik snap dat dat toen 43,5. Oh. Ja, cool model. Hier een Skechers. Maar dan met dit. Ik vind het heel cool. Ik pas dit alleen niet. Maar ik zou dit zo aandoen. Ja, ik vind die punten hier leuk. Maar sommige details, zoals dit zakje, vind ik niet. Cool. Ik weet het niet, jongens. Het is sowieso het lelijkste van het lelijkste bij wat ik nu aan heb. Dus ik vind het heel moeilijk om te zien. Maar het type kledingstuk vind ik wel heel leuk. Bij een short. Een roze short of zo. Zien jullie hoe dat die lijst schittert in de lamp? Helemaal met facet geslepen stukken. Ja, dit soort kasten vind ik zo mooi. Die zou ik zo vrolijk van worden. En het is een vitrinekast. Ja. Ik heb juist een kast nodig om alles te verbergen wat je niet wil zien. Goedemorgen. Goedemorgen iedereen.
Ik heb mijn nieuwe t-shirt aan. Ik twijfel of ik die mouwen wil afknippen. Gewoon op t-shirt lengte. He, dan is die wel draagbaar. Want nu zit ik de hele tijd met die lange lappen hier. Why? No? All the gear you wear under your hockey vest. Yeah, so the sleeves are really big because you're wearing padding and everything. So yeah. It gives you the movement and looks you wear all your stuff under. And they have the shoulders as well. Yeah. Yeah, because this is also really deep. Yeah. Want ik heb natuurlijk die vaasjes gevonden. Dus wat is dat dan? Vintage vase. Had ik eventjes gegoogeld. Kijk, die eerste vaasjes. Oh, deze is €60. Vintage vaas 1970. Ja, en ik heb €4,50 betaald. Dus ja. En ik heb ook nog twee. Dit kleintje heb ik €1,95 voor betaald. Resell? Nee. Nou, keep hem. Hoe hoog is dit ding? Is dit nou die kleine of die grote? 18 centimeter hoog. Oh, dit is de small one is €60. En de big one, probably more expensive. Maar ik hou ze. Ik vind ze erg mooi. Met die bolletjes. Ik heb alleen meer plek nodig, weet je wel. We hebben weinig plekken. Nou ja, dat komt omdat Sydney er niet bij mag. Volgend item. Een stuk ordinairder, maar net zo blij mee. Dit pakje, ik denk door iemand zelf gemaakt. Er staat ook weer aan de onderkant. Dat is dan waarschijnlijk heel toevallig. Gewoon heel goed gelukt. Die twee kleuren. Wat rommelig is, de vorm. En hier kan ik dus al mijn snackjes in doen. Deze sweat hoodie. Ik vond het borduurseltje leuk. En de kleur is natuurlijk ook heel gaaf. En die is nog wel te groot, maar ik ga het toch binnenkort wel even proberen. Want 2,25, 2 tot 3 jaar. Dit schatje, 2,25, 36 maanden echt. Die maten allemaal, dat ze niet gewoon één maatvoering doen. Een A-lijn shirt. Maar ik vind de print heel mooi gedetailleerd. En dan 3 broeken voor mij. Oh ja, dat is wel top. Vissersbroek of zo heet dit, geloof ik. Ik weet het eigenlijk niet. Het materiaal en de kleur vond ik mooi. Vind ik heel mooi dit bij elkaar. En de lengte vind ik mooi. Dat die zo wijd is. En het is katoen, dus dit is ook gewoon heel lekker voor high summer. Hier zit ook nog een zakje. Deze zwarte broek van Zara in een satijnbinding, maar van viscose. Dat vind ik nou wel uniek, want heel vaak zijn dit soort shiny broekjes gewoon polyester tegenwoordig. Dus dit zou ook voor de zomer dan nog steeds lekker dragen. Voor mij is dat wel goed dat die broeken van Zara altijd lang zijn, omdat ik iets langer ben dan gemiddeld. Ja, dit zit ook heerlijk. Maar ja, niet met dit oranje t-shirt, hè. Gewoon helemaal all black, hè. Het voelt luchtig en het beweegt leuk. Ja, deze was €2,95. Deze was €3,95. En de laatste, die heb ik al even aangehad. Alleen gepast hoor, want ik dacht dat ik hem aan wilde. €3,95. En is dit model. En ik zag dit heel veel in India. Dus dit is dan niet aangerimpeld en vanaf hier wel. Dus dit zit strak, dit is dus high waist. En dan loopt hij vanaf hier dus uit. Staat ook lekker wijd en recht. Hij is luchtig. Dat was hem weer. Erg leuke dingen. Ik heb ook zoveel ruimte in mijn kast dat ik nu al zin heb om het dan, als ik het gewassen heb, lekker erin te hangen. Want ik merk ook dat ik wat meer van mijn t-shirts, dus die uitgewerkte t-shirts, daar ga ophangen, zodat ik ook sneller de combinaties zie. Want nu heb ik al mijn lichtkleding in de slaapkamer en de hangkleding in de laundry. En dat is, werkt toch niet helemaal lekker. Maar anyway, heel leuk dat jullie hebben gekeken. En een hele mooie dag gewenst. Doei!